Curaçao schendt nog steeds de rechten van vluchtelingen uit Venezuela. En Nederland werkt daar actief aan mee, zegt Amnesty International in een rapport. Curaçao sluit migranten op en zet ze uit zonder hun vluchtverhaal te controleren. En dat doen ze ook met kinderen, met steun van Nederland. Daar in de verte, 75 kilometer uit de kust van Curaçao, ligt Venezuela. De kustwacht onderschept regelmatig Venezolanen die de overtocht naar Curaçao proberen te maken om werk te vinden en geld te verdienen voor thuis. Wie de reis overleeft, wacht vaak dit lot, arrestatie. Zo ook de twee kinderen van Yusmari. Die maakten op eigen houtje de oversteek naar Curaçao zonder dat Yusmari daarvan op de hoogte was. Zelf was ze toen al 3 jaar illegaal op Curaçao. Na de arrestatie van haar 2 minderjarige kinderen wilde Yusmari hen zo snel mogelijk zien. Me consiguieron una cita para yo poder verlo y estar con ellos, las posibilidades de hablar bien con ellos. Eso fue el lunes, tenía audiencia el lunes. El sábado llegó migración y se los llevó. Los montó en un avión y se los llevó. Ellos me llaman del aeropuerto, ya yo no podía hacer nada. Amnesty kwam een groot aantal zaken tegen waarbij kinderen gevangen zijn gezet en gescheiden van hun ouders. Curaçaose mensenrechtenorganisaties zijn al langer bezorgd. Die kinderen die zijn gedetineerd geweest en ook onder niet hele goede omstandigheden is dat in de barakken. Dus dat op zichzelf is al een schending. En dat is niet de enige schending van mensenrechten. Die opstanden in de gevangenis, daar hebben we ook meldingen van. Echte martelingen. Dat hebben we ook met Amnesty over gehad. Er is een zaak geweest waarbij ze na zo'n opstand iedereen in een rij hebben gezet. En 1 voor 1 in een badkamer hebben gebracht. En dat iemand in een badkamer waar geen camera's zijn werd afgeranseld. Amnesty verwijt Nederland dat het actief meehelpt schendingen in stand te houden. Zo wordt de kustwacht extra gefinancierd vanuit Den Haag en waren Nederlandse militairen volgens Amnesty betrokken bij collectieve uitzettingen. De premier van Curaçao wil niet reageren op de beschuldigingen van Amnesty International. En de Nederlandse regering vindt, ondanks haar eigen rol, de Venezolaanse problematiek een Curaçaose aangelegenheid. Een padstelling waarvan volgens Amnesty Venezolanen vooralsnog de dupe zijn. En volgens Amnesty is Nederland wel verantwoordelijk. Woensdag praat de Tweede Kamer erover.